10 april 1915. Zeer lieve ouders, broeders en zusters. Eindelijk heb ik u het overgroot geluk u uit België te schrijven. Ja, weet wel, ik heb u reeds uit België geschreven. Maar ik schreef er op kamp Davos. Maar ik wil het u niet langer verduiken. Ik ben reeds van 21 februari onder gejuich en zegevierende kreten België binnengestroomd. Ik ben reeds 2 maal op tranchée geweest. Verschiet maar niet, zullen. En je kunt denken dat het aardig deed. Toch was ik niet benauwd. Het eerste dat ik hoorde of zag dat Duits was een obus. Hij kwam al over ons hoofd gesist. Tutte en plets. 50 meter verder sprong hij in geruislementen. Ik zegde in mijn eigen, daar hebben we de eerste. We waren eerst 48 uren reserve. Maar we moesten de eerste nacht gaan werken. Aan de trachees. We trokken op met prikdraad op de nek. Eerst 1,5 uur gaans. En dan kwamen we een nieuw poort dat in gruizelementen ligt. Het is vreselijk omzien. We zagen reeds de vuurpijlen hun akelige klaarte in de lucht verspreiden. We kwamen voor de eerste maal aan een tranchees, waarlangs we 1,5 uur moesten gaan eer we op ons einddoel kwamen. Van tijd tot tijd schoten de Duitsers vuurpijlen af, die ene overgrote klaarte geven. Dat is om te zien of er geen troepen afkomen. En iedere keer moesten we ons in de modder, plat op de buik laten vallen, met dien ijzerdraad op de nek. Als het lichtje uit was, trokken we vooruit, maar geen 10 stappen verder moesten we weer hetzelfde doen. We schoten soms tot over de knieën in de modder of vielen in de donkere, in de grote obispitten. Soms kwam er een kogeltje voorbij, trillend in de lucht als een vioolsnaar. Iedere keer dat we ons moesten neerleggen, moesten we hartelijk lachen om onze ligging. We lagen soms met gezicht in de modder of gesteund op onze armen tot aan de ellebogen in de modder. Je kunt denken dat we echte modderhonden waren. Op het laatst kreeg ik nog een schone grap. Ik zag een lichtje afkomen en ik smeet Sevens dat bultje van de nek en sprong achter een hoopje aarde, maar kwam in een tranchée terecht. Je kunt denken wat gezicht ik trok van het verschieten. Ik lag daar te spartelen in de modder. Toen ik opstond, was het lichtje uit, de vuurpijl, en ze trokken me uit een tranchée. We stikten bijkans van het lachen en weer vooruit. Eindelijk waren we er. We moesten een ijzerdraad over 2 tranchées sleuren en die gaan plaatsen op 10 meter voor de eerste lijn, op 80 tot 100 meter van de Duitse. En wij werken. We slierden alle minuten uit en vielen op de knieën of op de handen. Daar de Belgen geweldig schoten om ons te beschermen, schoten de Duitsers niet weer. Eindelijk was het gedaan. En dan gingen we op de derde lijn zakken vullen, tot 12 uren. We waren mestnat en beslijkt van onder tot boven. Maar daar zaten we niets mee in. Sanderdaags gingen we op de derde lijn, waar we enige obussen ontvingen, die niemand onze compagnie doodde of kwetste. Nu zitten we aan de andere kant, waar het veel beter is.
Daar hebben we nog niets gewaard geworden. Het is daar al minstens 4 maanden geleden dat daar een geweerschot gelost is. Daar alles onder water staat. Slechts alleen de kanonnen kunnen werk verrichten. Meer mag ik niet zeggen. In een tranchee brengen we onze tijd over met een goed pijpje te roken. En met groot genoegen en welbehagen staar ik de rookwolkjes na. Of met vertellen, of met te luisteren naar de obussen die door de lucht fluiten. Als het zware zijn, dommelen ze door de lucht als een trein vol oud ijzer die de natie binnenrijdt. Nu dat het zulk schoon weder is, is er zoveel modder niet meer. De gemeente waar onze tranchées zijn, zal ik maar niet noemen. De lieve lentezonne zit lachend in de smetteloze blauwe lucht en alles schittert zo hel in haar zachte, weldoende stralen. Voor ons is het één wijde watervlakte, zover men zien kan, waar hier en daar een stuk hooggelegen land boven steekt. Of een eenzaam gelegen boerenhof, verlaten en eenzaam. Allen zijn kapotgeschoten, rondom zijn stenen gezaaid en de naakte muren steken hoog op, als getuige van een razend gevecht. Op 100 meter voor ons ligt een ene boerenwoning plat. Geen steen bleef nog recht, een hoop steengruis. Daarnevens liggen 2 paarden opzijde gevallen. Daar rond zweven al 50 kraaien, als schildwachten ter dood. Soms slaan ze alle in een ruk omhoog, geschrikt door een fluitende obus, om na enige seconden later weer op de puinhopen neer te vallen. Van tijd tot tijd vliegen ze naar de dode paarden en een maaltijd begint. De wind brengt soms een walmgeur aan van brand en verrotting. Achter ons dorp, sommige huizen staan nog recht en ze schieten hun naakte gevelmuren de lucht in. De muren zijn bij brokken kapot geschoten of doorboord. Van de kerk staan nog enkel de 4 zwart gerookte muren recht. Juist achter onze loopgrachten een betenveld, waarop de beten nog staan, vervrozen en half gerot, waar tussen enige graven van gesneuvelde helden. En daarboven schijnt de zonne, lieflijk, boven al die verroesting. 'S avonds ging ik de grafsteden bezoeken van gesneuvelde helden. Boven het aardsheuveltje staat het blanke kruis, zegepralend schoon, ons aantoonbeeld, dat de afgestorvene van in de hemel op ons nederblikt. Op de top van het kruis steekt op een nagel de kogel, waarmee de held gedood werd. Op de kogel zijn schoon de rayures te zien van het geweer. Dan bidde ik voor zijn zielen, aangedaan en ontroerd als ik was. En zo ging ik bij ieder van hen. Alzo vindt men op een uur van het front, langs de wegen, soms zulke grafsteden met bloemen bestrooid, met een kruisje nederig omkranst met bloemen door de hand van enige trouwe makkers. En zo velen liggen haastig weggedolven, nauwelijks een voet onder de aarde, vergeten voor de mensen, maar hoge in ere voor Gods troon. Dag en nacht buldert het kanon. De dichtste batterijen doen den grond daveren. En soms krijgen we hoofdpijn van de hevige slagen. Een nacht stond ik eens op wacht. De maan scheen en alles
stond in hare klaarte. Opeens zagen we voor ons op 2000 meter twee obussen ontploffen en het vuur sprong wel 10 meter in de lucht. Dan hoorden we den slag van het kanon. Om dezelfde ogenblik krijste een vogel en akelig klonken zijn scherpe kreten door de nacht. Als men zo tal van de nacht op wacht staat, vindt men altijd het een of ander te horen of te zien. En wij staren door de duisternis heen, dat water ons uit ogen loopt. Is de wacht, 's nachts, in de tranchees niet aangenaam? Toch is het op een zekere manier toch aangenaam. De kanonnen bommelen akelig in de duisternissen. En het licht dat uit hun monden vlamt, lijkt wel aan dat van een blakende vuurtoren, waarvan men de deuren openwringt. Nu en dan zoeft er een obus of schrapnel boven u, die je in de verte ziet ontploffen. Ik ben dat alles reeds zo dadig gewoon, alsof ik nooit iets anders gehoord of gezien had. Na 4 dagen tranchée krijgen we 3 of 4 dagen repos. Dan worden we bij de boeren gelogeerd en slapen we in de schuren. Onze tijd besteden we nuttig. Ons verroest weer kuisen, onze kleren naaien en ons vuilgoed wassen. We doen een klein wandelingsje of spelen al wat. Morgen trekken we weer op naar de tranchée. Verleden jaar mocht ik in vakantie komen. Hoe is dat alles veranderd? Met weemoed toch denk ik op mijn studie en angstig vraag ik me af of ik, als ik het geluk heb om weder te keren, nog naar Eeklo terug zal mogen gaan. Iedere maal dat we na onze dagen rust naar de tranchée gaan, ga ik eerst te biecht, zodat je moogt gerust zijn als ik kwam te vallen. Laatst ging op het front de communie in een kapotgeschoten kerk. Op Witte Donderdag ben ik ook de communie kunnen gaan en ik denk morgen hetzelfde geluk te hebben. Mijn Pasen zal ik wellicht in een tranchée moeten vieren. Nu, van achternoen, zat ik mijn goed te wassen en ik zie daar ineens Emiel voor me staan. Of ik welgezind en blijde was. Mijn was zette ik rap aan de kant. En we waren weg. Een wandelingske doen. En hij aan het vertellen. Hij is nog steeds fris en gezond. En is nu een grote repon. Nu, beste ouders, zit nu maar niet ongerust over mij. Onze tranchées zijn ver van de Duitsers. En nooit horen we een geweerschot. Slechts de kanons schieten naar elkaar. Maar daar trekken we ons niets van aan. Dus je moet niet, nog moogt je ongerust zijn over mij. Verstaan, hè? Je moogt geen kwade gedachten hebben over het slagveld. Sinds 4 maand is de toestand op onze lijn niet veranderd en heeft geen enkel man er zijn leven gelaten. Nu, liefste ouders, maak maar geen groot verdriet, zullen, omdat ik nu op front ben. Reeds zie ik u alle wenen en snikken en onder mekander zeggen, nu zien we hem toch niet meer weer en verre van ons zal hij daar ergens in de grond gestopt worden. Maar nee, praat zo niet. Ik ben godzijdank nog niet dood. En ze hebben me nog niet. Daarbij, nu is er geen gevaar voor mij. Wees er gerust van. Ik steek u niets weg. Vraag het maar aan tante, wat Emiel schrijft. En ik zit nu in de eigenste tranchée waar hij gezeten heeft. Ook nog, herinnert u dat? Geen haar op ons hoofd,
gekrenkt wordt zonder Gods toelating. En ik heb vertrouwen op de Heer. Mijn vertrouwen is rotsvast. Ook ik geen schrik. Ik ga naar de tranchee gelijk ik een wandelingske doe. Toch versta ik uw bedroefdheid en geween, omdat uw oudste zoon nog zo jong op het front is. Ja, ik voel het. Het is uit louter liefde dat ge weent. Toch, troost u, uw zoon zal wederkomen, gezond als hij vertrokken is, die droeve avond toen gij hem zaagt verdwijnen in de duisternis. Hij zal wederkomen, meer man en even braaf, en met dezelfde gevoelens waarmee hij vertrokken is. Dat verzeker ik u, op mijn woord van soldaat, en een soldaat houdt zijn woord. Ik denk dat je op een bepaalde manier toch tevreden en gelukkig bent. Dat uw zoon nu voor het vaderland strijdt. Moest ik u verdriet aangedaan hebben met binnen te gaan, ik vraag er u vergiffenis om. Doch ik dacht slechts mijn plicht te doen. Ik voelde me groot en sterk genoeg om te vechten. Onze almoezenier zegde het mij nu ook over tijd, dat ik mijn plicht gedaan heb en dat alle jongens het zo hadden moeten doen. Dus troost u maar, het is voor het vaderland, voor u allen, voor uw bevrijding en voor uw geluk. Ween niet, maar verblijd u. Heb moed, veel moed. Eens kom ik weer, want ze hebben me nog niet. Ik geef u allen een warme kus en handdruk van verre. Doet u ook eens de groeten aan mijn meester en aan onze goede meester en eerwaarde heer onder pastoren en vrienden. Ik bid steeds voor u en vergeet u niet. Ik vraag ook eerbiedig uw zegen. Uw toegenegen Renate Rudder, de volgende maal zend ik u mijn portret.